Ja, hier is Fishy weer. En vandaag even een korte update fit. Tenminste, een korte update voor dit aanstaande weekend. Want het wordt misschien wel een heel speciaal weekend. Dus in ieder geval eerst wat even over de gameplay vertellen. Ja, de gameplay. Ik speel hier League Play. En ik speel hier met de MSMC, met Sanser. En Laserside in ieder geval. En daarna speel ik hier met de Scorestreaks. Orbital, K9 units en Swarm. En helaas haal ik mijn Swarm net niet. Ik haal wel K9 overigens. En die killt ook nog lekker behoorlijk nog wat voor me. Het is natuurlijk regular kill confirmed. Dus je komt niet achter elkaar heel veel mensen tegen. Je moet ze gewoon wel een beetje opzoeken natuurlijk. En je moet gewoon even letten op de confirms. Helaas, mijn teammaatjes letten daar niet zo goed op, want we verliezen deze wedstrijd nog eigenlijk. En ik heb geloof ik aan het einde heb ik in ieder geval 33 kills, 30 confirms en zo. En ja, we verliezen het nog, omdat gewoon één iemand in ieder geval helemaal in ieder geval niet met de game bezig is in ieder geval. En de andere maatjes zijn ook niet echt heel erg perfect bezig. Dus ja, dan ga je verliezen, hè, helaas. Dat is zo nou eenmaal, want je bent ook een beetje afhankelijk natuurlijk van je teamgenoten. Dat even over de gameplay natuurlijk. Kunnen we eventjes verder gaan met het volgende. Gisteren had Paul in ieder geval zijn livestream. En jammer dat ik er zelf niet bij kon zijn. Ik moest natuurlijk werken. En ik hoop dat ik in de volgende weken, als hij weer een livestream doet, in ieder geval dat ik er dan wel bij ben natuurlijk. Hartstikke leuk natuurlijk. En dan zal ik ook even lekker gaan twitteren naar iedereen natuurlijk. Want het is altijd wel leuk natuurlijk om livestream mee te kijken met ons natuurlijk. We kunnen ook een beetje lachen natuurlijk. Natuurlijk surfen ook altijd lekker en dat kan grappige situaties opleveren natuurlijk. Maar dit weekend, waar hoogstwaarschijnlijk zal ik de 5000 subs passeren. Yeah! Ik had niet verwacht overigens zo snel eigenlijk dit te gaan passeren. Op dit moment, in ieder geval ten tijde van het inspreken, heb ik 4910 subscribers en... dat betekent natuurlijk dat ik wel iets leuks wil gaan doen, want 5000 subs is wel echt een heel groot aantal. En ik hoop natuurlijk dat ik helemaal rustig kan doorgaan zo naar de 10.000 subs. Ik heb er iets minder dan een half jaar over gedaan, want ik had even teruggekeken. In ieder geval eind juli heb ik mijn kanaal opgestart. En ik had in eerste instantie nog eens zelf mijn eigen HD-PVR. En ben ik gewoon heel veel geholpen door andere jongens. Vrienden van mijn groep natuurlijk. Waarmee we heel veel gamen. Onder andere Erik natuurlijk. Jeff. En natuurlijk zeker, 100% zeker weten. Paul natuurlijk, of de King. In ieder geval zij natuurlijk heel erg bedankt. En daarnaast ook nog Braadworst heeft me nog geholpen. Pieter. Daan. En ik wil ze gewoon in ieder geval allemaal hierbij gewoon even hartstikke bedanken natuurlijk. In ieder geval 5000 subs dit weekend. Dat betekent dat ik nogmaals iets leuks ga doen. Ik heb bedacht in ieder geval om iets te gaan doen samen met mijn vrouw. Dat klinkt een beetje raar als ik het zo zeg. Maar in ieder geval iets samen online te gaan doen. Zoals iets van splitscreen of zo. Samen spelen, een wedstrijd en zo. En dan mogen jullie eigenlijk een beetje uitkiezen op welke game dat wordt. Jullie mogen zelf kiezen dan tussen MB3 en Black Ops 2. En maakt mij op zich niet zo heel veel uit wat we gaan spelen. Het gaat natuurlijk puur om de gein natuurlijk. En, ik hoop in ieder geval ook nog dit weekend even een splitscreen noobies met Paul te gaan doen samen. Lijkt me ook nog heel erg leuk. Dat zou namelijk uit mijn hoofd. Is het dan de 10e? Ik kan dat verkeerd hebben. Maar voor mij is het dan het 10e deel. Dus... daar zou ik eventueel ook wel weer zin in hebben. Hij moet natuurlijk ook even tijd voor hebben en ik ook. Wat nog meer? Veel live komt er natuurlijk ook bij mij. Natuurlijk Swarm Sunday. Natuurlijk aanstaande zondag weer. En hier zie je hoe dom ik daar was om in ieder geval er vol in te gaan. Wat komt er nog meer? Veel live challenges. Daar kan ik nog wel iets meer over vertellen. Ik heb natuurlijk gewoon super druk. Vandaar dat ik ook iets meer live dingetjes online doe. Sorry daarvoor. Ik hoop wel dat jullie het leuk vinden natuurlijk. En
Ja, ik game gewoon eventjes deze week vooral. Deze week is natuurlijk 's avonds avonddienst en dan game je gewoon heel erg weinig. En dan, ja, dan haal je weinig en dan ben je overdag word je dan om een uur of nou wat laat het zeggen. 11, half 12 word je wakker. Wat natuurlijk normaal is als je zeg maar half 3 of 4 uur eigenlijk naar je bed gaat. Dus ja, helaas dan ben ik natuurlijk helemaal rot. En dan ja, moet je binnen een paar uurtjes, want om 15:15 moet ik alweer op mijn werk zijn. Moet je wat geregeld hebben. Ja, dat gaat gewoon een beetje heel erg moeilijk. Dus vandaar dat ik iets meer live heb gedaan. Ik hoop volgende week iets meer gewone commentaries online te gooien. En ook dit weekend natuurlijk erbij. Ja, brengt mij weer op het einde van deze gameplay natuurlijk. Ik maak hier nog de laatste kill in ieder geval. En ja, zoals altijd zeg ik natuurlijk. Jongens, dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En bye bye.